18 februari speelden de Nijmegen Devils tegen het toekomstteam van de Zoetermeer Panthers. In een ijshal waar het voor de verandering warmer was dan buiten. Ruim 500 enthousiaste toeschouwers kwamen naar het Triavium toe, waar de Nijmegen Devils deze avond de beker konden pakken en een vierde prijs achter elkaar op hun naam konden zetten. Ze moesten daarvoor alleen nog even de nummer 7 uit de competitie verslaan. En dat is Zoetermeer. Mark Schaar die zorgt in de eerste minuut al voor de voorsprong. Na 31 seconden speeltijd was het 1-0 voor de Nijmegen Devils. En de nummer 10, Jake Hendricks, maakt een 2-0 na een assist van Zelenka. In de 7e minuut, Ryan Winter. 3-0. En het publiek gaat er nog eens goed voor zitten. En kort daarna, de captain, Mark Schaar. Hij zorgt voor zijn tweede doelpunt en maakt 4-0. En Mike verder zorgt voor de 5-0. Even lijkt het erop dat de nummer 55, Jansen, uitglijdt op het ijs. Maar in de herhaling is duidelijk te zien dat Mansveld van Zoetermeer een overtreding maakt door de stick hoog te houden. En dat is het einde van de eerste periode. De eerste 5,5 minuut van de tweede periode gebeurt er niet heel veel op het ijs. En dan in de 7e minuut krijgt de doelman van Zoetermeer maar liefst 4 pucks in zijn doel. Dave Stappershoef zorgt voor de 6-0. Jake Hendricks voor de 7-0. En dan een bodycheck van de nummer 26 van Nijmegen. En dat betekent 2 minuten doorbrengen op de bank. Een solo van Dylan Kost. Speelt hem af naar nummer 74, Dave Stappershoef. En zorgt voor de 8-0. De coaches van Zoetermeer die kijken het allemaal leidzaam aan. En daar breekt Brian de Winter door. En hij pakt het 9e doelpunt. De nummer 7 van Zoetermeer, Vladerak, zorgt nog voor een overtreding. Doet of hij zich van geen kwaad bewust is. De scheidsrechter heeft het goed gezien. Even een elleboogje. Af en toe wordt er een grapje gemaakt bij de Devils. De Nijmegen is een lekkere, ontspannen sfeer. Dave Stappershoef denkt er anders over, want die duwt even een speler van Zoetermeer op het ijs. En het kost hem 2 minuten op de bank. Maar ach, met deze stand is dat volgens mij niet zo heel erg. Kun je gewoon even lekker uitrusten. Nou, het publiek gaat lekker opgelucht de laatste rustperiode in. Met 9-0 op het scorebord. Doelman Jeffrey Vermeulen hoeft er niet aan de bak. Want Herelia had al weinig te doen. Al leek het hier even bijna mis te gaan. Een aanval van Zoetermeer. Deze wordt geblokt door de nummer 10 van Nijmegen, Jake Hendricks. Schiet op het doel, maar mist. En dan een opstootje op het ijs. Er wordt wat geduwd. Er wordt wat geslagen. Scheidsrechters erbij. En Jake Hendricks moet naar de bank. Maar die gaat niet naar de bank. Hij gaat van het veld af. Het lijkt wel of hij geblesseerd is. Na afloop van de wedstrijd vertelt hij dat het om een oude blessure gaat aan zijn AC-gewricht. Pauw is boos. Maar ja, wat wil je met zo'n achterstand? Daar wordt geen enkele sporter vrolijk van. Weer een aanval van Zoetermeer. Deze wordt geblokt door Mark Schra. En gaat er als een gek vandoor met de puck. Speelt door de benen heen van de nummer 90 van Zoetermeer. Af op Dylan Kost. En Dylan Kost krijgt zijn One Minute of Fame. En hoe? Hier zorgde hij voor de 10-0
En binnen een minuut zorgt hij ook nog voor de 11-0. Dinkels heeft ook een goed seizoen achter de rug. Het zou niks verbazen als hij zomaar topscorer zou kunnen worden van dit seizoen. Ik denk dat de goalie van Zoetermeer wel eens leuke avonden heeft gehad. Nou, Nijmegen is niet te beroerd om Zoetermeer te helpen. Is het niet aan punten, dan is het wel om een stukje tape. Het einde van de wedstrijd nadert. Het publiek is helemaal in euforische stemming. Want Nijmegen gaat gewoon de punten pakken. En nog veel belangrijker natuurlijk, de beker. Nijmegen wint met 12-0. En dan klinkt het verlossende eindsignaal. En de feestvreugde kan losbarsten in het Triavium. De vierde prijs die Nijmegen achtereen binnenhaalt. En die krijgen ze uitgereikt door de oud-voorzitter van de Nederlandse IJshockeybond, Joop Vullers. Ze waren bekerwinnaar in 2008-2009. Landskampioen in 2009-2010. Wonnen de Ron Bertelingschaal in 2010-2011. En nu kampioen in de eerste divisie B. Ze hebben er hard voor geknokt afgelopen seizoen. En verdient de beker.